Gert-Jan Breuning is zojuist tweede geworden in de Grote Prijs van Amsterdam. Er staat hier een tevreden tweede, volgens mij. Ja, zeer tevreden. Was met déjà vu mijn eerste indoorwedstrijd weer in 2014. En ja, we hebben het goed afgesloten. En ik geloof dat we ook goed begonnen zijn nu met de tweede plaats in de Grote Prijs van Amsterdam. Met als winnaar John Whittaker vind ik het niet erg. John die had een hele historie achter zich met resultaten. En dat hij nou hier de Grote Prijs wint. En ik mag de tweede achter staan, kan ik alleen maar trots op zijn. Het is wel de tweede keer kort achter elkaar dat je van John verliest. Hij staat met 2-0 voor. Wanneer komt er een revanche? Ja, misschien als er meer geld is. Nee, dat waren dure tiendes eigenlijk. En oké, ik had liever de Grote Prijs van Amsterdam gewonnen. Ik heb het ooit 1 keer mogen winnen met Sarantos. En dat was een geweldig atmosfeer wat er omheen is. Dus daar wil je elke keer als ruiter van genieten. Ik schaam me nou niet dat ik tweede ben geworden van John. Maar van de ene kant denk ik wel, ik had een paar wendingen. Dat ik dacht, dat loopt niet. En dat is ook zo'n moment dat de ene keer loopt en de andere keer denk je, net niet. En dat was dan nu vandaag 2 keer en de laatste lijn pakte ik denk wel wat terug, maar ja, dan ben je al te laat. Hè? Ja, net iets laat, je hebt ooit gewonnen met Sarantos, je hebt al veel goede paarden gehad. Déjà vu lijkt toch wel een beetje je beste ooit te worden? Ik wil natuurlijk je wel niet wegstrepen. Hè. Die had mij gebracht eigenlijk en we zijn samen groot geworden. En Jewel was eigenlijk een geweldig paard. Maar als we praten over Primo Déjà vu, is het er ook eentje waar ik alleen maar kan zeggen. Het is een bijzonder paard met ongelooflijk veel kwaliteit en springen wat hij doet. Doet het zo makkelijk en ja, kan ik hem alleen maar zeggen. Ik ben blij dat ik hem mag rijden en dat ik hem hopelijk nog heel lang mag rijden. Ja, dat hopen we zeker met je mee. Wat heb je in de planning staan voor de komende tijd met je topper? Ik heb eigenlijk 2, misschien 3 indoorwedstrijden. Volgende week gaat hij nog meer naar Oostenrijk, naar Klok. En dan denk ik dat ik hem in de Bos rij. En dan zal daartussen nog wel een wedstrijd moeten komen om ook in het ritme te blijven. En dan denk ik dat we wel naar buiten gaan. En buiten is natuurlijk, het zal wel een strafseizoen worden. En ja, iedereen vraagt me dat vooruitblik naar de wereldruitersfeer. Okay, dat is nog zo ver weg. Ik wil eerst gewoon het indoorseizoen een paar leuke wedstrijden draaien en leuke resultaten in zitten. En dan je Nederlandse titel verdedigen. Ja, dat is buiten, hè? Ja, tuurlijk, graag. Okay. Nou, wens je heel veel succes bij. Dankjewel. Dankjewel. Goed.